Dank u wel, voorzitter. Ik stel vast dat er niet heel veel belangstelling bestaat van de zijde van de Kamer voor dit debat. Dat is jammer. Laten we beginnen met het... Het is stil. Normaal zitten we hier met, geloof ik, 12 mensen. En nu is het een stuk rustiger, maar des te beter hebben we meer tijd, voorzitter. Laten we beginnen met nog meer goed nieuws. Er is volop reden tot optimisme. Dit jaar loopt de gemiddelde kijktijd naar de televisie weer terug. Nu met maar liefst 5%. TV-kijken wordt steeds impopulairder. Die 5% terugval is ook nog eens het gemiddelde. Onder jongeren spuit het achteruit met dubbele cijfers. Onder de 30 brengen mensen de avond massaal door met schermpjes op schoot en programmeren hun eigen avondje televisie. Dat is mooi. Ons volk emancipeert zich. De boze droom van de volksopvoeders van de NPO schrompelt elke dag verder in elkaar. We vergaderen vanavond tot 11 uur, inclusief een wellicht plaspauze voor de minister. Ik weet niet wat de reden is. Over de trekschuit, over gaslantaarnopstekers en over de paardentram. De minister vindt het heel belangrijk dat de trekschuit gewoon blijft varen. De werkelijkheid is, de trekschuit die de staatsomroep is, is een oudere voorziening geworden. Daarmee wordt het met de dag onlogischer dat het beheer van de staatsomroep bij het ministerie van Onderwijs zit. Het zou goed zijn als de NPO na de formatie gaat vallen onder een directoraat ouderenzorg van het ministerie van Volksgezondheid. Verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen, de NPO, spataderenzorg, rollators, nieuwsuur, gehoorapparaten, allemaal in één hand, zodat synergie kan optreden. Onze ouderen, die Nederland na de Tweede Wereldoorlog hebben gewederopbouwd, hebben alleen recht op het allerbeste. Optimaliseer dat, zou ik zeggen. Voorzitter, de staatsomroep is het verlengstuk van de staat. Het vertegenwoordigt de normen en waarden van de overheid. Dus diversiteit, oftewel anti-blank racisme, inclusie, oftewel het uitsluiten en bestrijden van andersdenkenden, klimaatsocialisme en gendergewawel. In een bloedeloze poging hun overbodige bestaan te rekken, rennen ze bij de NPO achter elke links-liberale mode aan. Daarom slopen ze onze dierbare Zwarte Piet. Die is uit de tijd. Ramadan is daarentegen heel hip en dus komen ze met een Ramadan-journaal. En dus moet er in elk programma, zoals Pound het noemt, de neger omdat het moet. Zaterdag, na de ontknoping van Wie is de Mol met zijn mega-kijkcijfers, wordt vanwege het te verwachten doorkijkeffect de grote klimaatquiz geprogrammeerd. De blinde klimaatpaniek moet en zal ons in het gezicht worden geschopt. Het zijn schaamteloze linkse activisten daar. En de belastingbetaler moet het allemaal financieren. De NPO is de speelbal van de linksliberale elites van Nederland. De firma Diversiteit en Inclusie. De voorzitter van het bestuur van de NPO is mevrouw Rijksman van D66. Er zit ook een mislukte staatssecretaris, Martijn van Dam, van de Partij van de Arbeid daar. De Raad van Toezicht van de NOS wordt geleid door Rob van Gijzel, oud-Kamerlid van de PvdA. Lid is Adriana Esmeijer, voormalig kandidaat voor D66 Eerste Kamer. Ook lid is Ton de Jong, hoofd energietransitie van TNO, de klimaatlobby dus. De hoogste ambtenaar mediazaken van dit ministerie vertelt in een interview dat ze graag carrière wil maken via haar partij D66. Tot voor kort werd de staatsomroep gecontroleerd door mevrouw de Kok-Buning als voorzitter van het commissariaat van de media. Zij drinkt graag biertjes met haar vriendin D66-minister Ollongren in Londen en vertelt dat Ollongren de volgende minister-president moet worden. En mevrouw Rijksman komt weer graag over de vloer. Een ogenblik, meneer Bosma. Ik ga toch even ingrijpen. We hebben dit eerder... Ik voel een beetje een Groundhog Day-gevoel nu. Dit hebben we eerder gehad. U noemt nu mensen bij naam die zich niet in dit debat kunnen verantwoorden, die in dit debat ook geen deelnemer zijn. Ik zou u willen vragen als voorzitter daar vanaf te zien. Nee, dat kan ik niet, want dit zijn gewoon benoemde mensen. Dit zijn mensen die de macht hebben bij de staatsomroep. De PvdA en D66 zijn daar gruwelijk over vertegenwoordigd. En ik kan mijn werk niet doen. En we spreken hier in de Kamer heel vaak over mensen die zich niet kunnen verdedigen. De heer Trump komt elke twee vergaderingen, wordt hij genoemd, gaat hij over de tong. En als, u heeft het niet alleen over mensen die benoemd zijn. U heeft het ook over ambtenaren die zich bezighouden met media. Die kunnen zich zeker niet verdedigen in dit debat. En ik zou u willen vragen daarvan af te zien. Dat is mijn uitdrukkelijk verzoek als voorzitter. Nou ja, kijk, als die ambtenaren natuurlijk interviews gaan geven in de linkse pers en vertellen over een voorliefde van D66, dan stellen ze zich op als politici. Dat begrijp ik, maar dan zijn ze vervolgens ook aanspreekbaar als politicus. Anyway, voorzitter. En dan zegt de minister, ik ga controleren op de missie van de omroepen. Maar wat is dan de missie? De VPRO was ooit een christelijke omroep. Daarna werd het overgenomen door extreem links. Nu wordt het geleid door een voormalig campagneleider van D66. En dus zijn ze van de diversiteit, maar ook van de inclusie. De AVRO was ooit een rechtse omroep, maar toen kwam er een D66-dame aan het roer. Meester GB Hulteman kon meteen opdonderen.
Sindsdien zijn ze van de diversie, maar niet alleen dat, ook van de inclusie. De KRO, Katholieke Radioomroep, werd opgebouwd met dubbeltjes en kwartjes van katholieke arbeiders. De NCRV weigerde ooit Roxanne van de Beatles van de Police te draaien. You don't have to put on the red light. Waarom? Het refereerde aan prostitutie en daar waren ze niet van gediend. Tegenwoordig zendt het gefuseerde clubje Dit is M uit, vol met reclame voor gender reveal parties, en worden mannen aangezet rokjes te dragen. D66-minister Ollongren was er te gast. De allerscherpste vraag was: u werkt wel erg hard, hè? Nou, dat beaamde ze schaapachtig. Het programma wordt, maar dat is toeval, gemaakt door de productiemaatschappij van de echtgenoten van mevrouw Ollongren. De presentator staat op de loonlijst van haar wederhelft. KRO-NCRV gaat ook The Passion uitzenden. Jezus kan daarbij ook een vrouw worden of een transseksueel, zo laat de nieuwe baas van die omroep weten. Hij is afkomstig van de TROS. Alle omroepen hebben dezelfde ideologie, oftewel diversiteit, inclusie en gender. En allemaal dezelfde holle managementtaal. Je moet als omroep wel ergens voor staan, zegt deze nieuwe bobo. De omroep gaat zich onderscheiden met vegetarische recepten. KRO-NCRV heeft ook een diversiteitsadviseur. Ze zijn er van hun geloof gevallen. Diversiteit en inclusie moet dat gat vullen. Ze aanbidden nu de Noble Savage. Of zoals Henri Baudet, de legendarische hoogleraar te Groningen, sprak van de mythische neger. Weer een deugdpuntje erbij. Ondertussen is het personeel in opstand gekomen. Die snappen ook wel dat ze verraden zijn. De minister schrijft over, ik citeer, ledenorganisaties die midden in de samenleving staan. Vraag, waarom verlaagt elke minister van OCMW dan de ledendrempel? Net zolang tot er geen bejaarde meer over kan struikelen. De NPO heeft kwaliteit ingewisseld voor de diversiteitsideologie. De DDR-TV stond voor socialisme. De NPO-TV staat voor diversiteit. Alles wat negatief kan afstralen op niet-blanken wordt zoveel mogelijk onder de pet gehouden. Het NOS-journaal spreekt niet meer van blanken, maar van witten. Helemaal conform hun ideologie. Illegalen zijn er omgekat tot ongedocumenteerden. Ze houden er wel lijsten bij op grond van ras. Als je niet blank bent, kom je daar in de divi-base. Het aanleggen van rassenlijsten lag na de Tweede Wereldoorlog iets wat moeilijk, maar die gevoeligheid is ingeleverd voor de diversiteit. Bij Dit is M werd na de dood van een seriecrimineel, drugsverslaafde en zwangere vrouwen in elkaar schopper George Floyd maandenlang zwarte mensen met gillende sirenes naar de studio geslept, alwaar ze konden klagen over racisme. Akwasi wordt er bewonderend geïnterviewd. Na de onthoofde leraar in Frankrijk zou je denken, nu zit al die NPO-programma's vol met mensen die het slachtoffer zijn van moslims of asielzoekers. Maar wie dat nog verwacht, is intens dom, voorzitter. Er is namelijk sprake van een volledige lockdown van journalistiek. Het is ingewisseld voor de diversiteitsideologie. De NPO was de afgelopen maanden de megafoon van Black Lives Matter. Een uiterst gewelddadige en racistische club, waarmee het oerblanke mediapark zich goed mee kan identificeren. Het hoofd Digital van de NOS heeft in zijn Twitter-bio staan BLM, Black Lives Matter. Tevens zegt hij liever zoutzuur in zijn ogen te krijgen dan een artikel op geen stijl te lezen. Een presentator op 1 vindt mijn partij net zo erg als corona, waar reeds miljoenen mensen aan zijn overleden. Een collega van hem, van het vermeende rechtse WNL, duidt mijn partij aan als domrechts. En we zouden van... Ja, heus, ze zijn daar heel tolerant op het Mediapark, voorzitter. Het zijn de meningen die er bon ton van zijn. Het is wat men daar vindt. Een journaalverslaggever deelt mee dat de eerbiedwaardige professor Emmer een racist is en dat hij bij etnische conflicten altijd de kant kiest van zwarten. Een NPO-presentatrice, die nogal geobsedeerd is door haar huidskleur, roept via Twitter op mede Black Lives Matter-sympathisanten vooral te solliciteren bij de NOS. En als Fidan Ekis iets kritisch zegt over het Wildersproces, besluit het NOS-journaal niet meer in haar programma te verschijnen. De NOS maakt deel uit van de cancelcultuur, de vleesgeworden intolerantie. Links is een kerk die zondag bij elkaar komt. In Buitenhof is de meest uitgenodigde fractieleider de heer Asscher. Hij leidt een irrelevant clubje met slechts 8 echte zetels in dit parlement. Maar het splinterpartijtje moet nu eenmaal gepusht worden. Traditioneel begint een verkiezingsprogramma bij de PvdA met het beloven van geld aan de NPO. Benieuwd of ze dat vandaag ook weer gaan doen. Links is een kerk en een kerk kan niet zonder Satan. Leon de Winter vertelt vorige week in de Telegraaf dat in de periode Fortuin dat hij rondliep op het Mediapark. Iedereen was ermee bezig om Fortuin te slopen en een pootje te lichten.
Nu is de Satan Donald J. Trump en elke samenzweringstheorie wordt geadopteerd. Elke roddel is er nieuws. Zoals bijvoorbeeld de Russian collusion, het verhaal dat de president zou hebben samengewerkt met de Russische geheime dienst bij zijn verkiezingscampagne. Het is absolute apenkool, maar het past in de inclusie. En dus gillen ze jarenlang deze samenzweringstheorie en wij moeten het betalen. Over de laptop van de totaal demente Joe Biden zijn ze een stuk stiller. De NPO krijgt maar weer eens gratis geld, 19 miljoen, kassa. Dit na het eerdere cadeautje dat het eenmalige geld op basis van een motie van meneer Pechtold werd omgezet in een jaarlijks bedrag. Over het rapport van de Rekenkamer dat duidelijk maakte dat veel uitgaven van de NPO niet verantwoord kunnen worden, hebben deze minister nooit meer gehoord. De commerciële omroep komt er bekaaid af. Ze werden midden in de coronatijd nog even besprongen door D66-minister van Engelshoven, die zijn investeringsverplichting voor cultuur wilde opleggen. Dat mislukte gelukkig, want de volgende stap was natuurlijk geweest dat de politiek correcte schedelmeters zich zouden hebben gemeld om percentage diversiteit te eisen. De minister belooft minder sterreclame, heel goed. Er is niet meer doorheen te komen. Vattenfall dat reclame maakt voor het klimaatsocialisme en in elk reclamefilmpje wordt met mathematische precisie het aantal zwarten bepaald. Elke blonde vrouw woont er samen met een zwarte. Het is de fijne wereld van de diversiteit en de inclusie. Ik heb maar één vraag aan de minister vandaag, voorzitter. Waar kan ik mijn abonnement op de NPO opzeggen? Ik en miljoenen Nederlanders willen er gewoon vanaf. Ik wil er niet voor betalen. Geef ons die vrijheid, geef mij die vrijheid. Groen van Prinsen zou het met me eens zijn geweest. Voorzitter, dank u wel.